De ploeg Vacan Soleil heeft onlangs Italiaan Riccardo Ricco aangetrokken. Nou, dat is niet geheel onomstreden. Dat mannetje Ricco werd in 2008 uit de Tour genomen dat hij betrapt was op doping. Hij ontkende langdurig. Nu, na 20 maanden, mag hij weer gaan koersen. Zijn collega's zijn niet dol op hem, maar ik zocht hem op tijdens een training in Zuid-Limburg. En Michael Bogert, die er nu aankomt, die kijkt dit filmpje mee. Ik liep de steile IJzerbosweg op. Op weg naar een afspraakje met Riccardo Ricco. Het was geregeld door de manager. De omstreden renner was 2 uur beschikbaar voor Hollandsport. Een charme-offensiefje. Boven was een bankje. Daar konden we samen van alles doornemen. Waarom hij voor een Nederlandse ploeg ging rijden, hoe het was om dopingzondaar te moeten zijn en waarom een groot deel van het peloton hem, op zijn zachtste zegt, niet zo zag zitten. Maar Ricco had een heel ander plan voor de middag. Hij wilde alleen maar trainen. En geen interview buiten. Hij was bang om kou te vatten. Hij moest de dag erop nog een wedstrijd rijden. Dus duurde het gesprek maar kort. Ja, man. Een buon posto qui per. Sì. Per la bicicletta. Sì, anche per una birra. Ho iniziato a correre a 13 anni. E poi piano piano. Hai visto qualcosa speciale nella televisione? No, correva mio papà, correva in bicicletta quando era ragazzino e mio nonno aveva anche lui passione per la bicicletta e ho incominciato a andare in bici. Mio padre restaura mobili antichi. Ok. Mia mamma lavora in erboristeria, non so come si chiama. Sì, qua. In osteria. Erboristeria. Erborista, erbe. Sì, chi è? Erbe. Ok. E sei stanco di storie di 200 watt adesso? Di 2008? Sì. Sì, basta, ormai penso. La mia squalifica l'ho fatta, sono tornato a correre, basta, parliamo delle mie vittorie. Ho vinto 6 corse quest'anno, parliamo di quello se volete. Mm-hmm. Ok. Come ti senti dopo l'affare doping del 2008? Ma non ci penso più, 2008 è già passato, sono 2 anni, adesso siamo nel 2010 e pensiamo al 2010. Sì, sì. Ma tutti i gente parlano di queste cose, no? Sì. Sì. Ma sarebbe meglio parlare di ciclismo, ormai quello che è passato, no? Mm-hmm. Nello pelotone ci sono molti corridori che dice mi non piace Ricco, è troppo arrogante. Vabbè, sì, perché a me piacciono le donne, non mi piacciono gli uomini, eh. A me piacciono le donne, non gli uomini, è no? Logico. No? Ma ti piace le uomini a bicicletta, sì? No, mi piacciono no? Le donne, basta. Solo le donne. Sì. Na een rondje van 4 kilometer kwam Ricco weer uit waar hij was begonnen. Bij de steile IJzerbosweg. Daar had hij geen zin in, zo bleek. Ah, basta, oh. No. Ma vai in culo, va, Dio caro, basta. No, vaffanculo. Daarna trok hij ons microfoontje onder zijn shirt vandaan en gaf het aan de ploegleider. Daar ging Ricco, trainend achter de auto. Geen zin in journalisten, geen zin in poespas. Hard fietsen kan die. Een dag later kwam hij een paar centimeter tekort om de sprint te winnen in de Grand Prix Wallonië. Ja, Riccardo Ricco in Limburg op de training. Michael, jij hebt hem nog meegemaakt toen je actief fietste. Hoe leerde jij hem kennen? Nou, ik ken hem niet zo heel goed. De eerste keer dat ik hem leerde kennen was in Tirreno 2006, Tirreno Adriatico. Ja. Thomas Dekker stond aan de leiding. Wij moesten de plek verdedigen voor Thomas? Ja, wij moesten op kop rijden. Ja? Wat de ploeg van de leider doet. En wij reden netjes op kop. Ik zat achter Thomas, want ik was de sluitpost, zeg maar. En, op een gegeven moment komt er een klein Italiaans mannetje naast me rijden en begint te duwen. Dus ik denk, ja, wat is dit? Dat gebeurt nooit eigenlijk als je als ploeg op kop rijdt. En ja, begon te duwen. Dus ik zei iets, ik ken geen Italiaans, dus ik zei iets in het Engels of Nederlands van, wat ben jij aan het doen? Ja, toen begon heel het peloton eigenlijk al een beetje te jouwen tegen hem. En ik had echt nog nooit van hem gehoord. En toen riep hij iets terug. En later kwam dan een Italiaan tegen mij in het Engels zeggen dat hij zoiets zei van, ja, wie ben jij? Wie denk je wel dat je bent? En ik had zoiets van, ja, wat gebeurt hier? Weet je, het is zo
nat dan, zeg maar, dat je de ploeg van de leider wegdrukt. Zeg maar. Ja, ja. Maar dat was mijn eerste kennismaking. Ja, ja. En dat is zo gebleven tot aan het eind? Je hebt nooit echt goed nou, ik moet wel eerlijk zeggen, een jaar later in dezelfde Tirreno, toen won hij twee ritten echt op een hele mooie manier. En toen ben ik gewoon netjes naar hem toe gegaan en heb ik hem gefeliciteerd met zijn overwinningen. Ja, en voor ja. de rest heb ik eigenlijk nooit contact met hem gehad. Nee, maar dat hoor je veel hè, van het peloton. Als je hier even de staat, Brand Tankink van de Rabobank. Rico is een etter als renner. Ik had hem graag een klap voor zijn kop gegeven. Robert Geesink, die Rico is een raar mannetje. Daar is het hele peloton het over eens. Altijd een grote waffel. Sneuer dan sneu. Karsten Kroon, zo'n jongen als Rico, die hoef ik echt niet meer te zien. Een vervelende man die ook nog eens doping gebruikt. Mark Cavendish, de sprinter. Hij is de terugkeer van een parasiet in het wielrennen. Ja, ja. Bedoel, er is echt. Je moet lang zoeken, wil je iemand vinden die zegt, zo'n gozer. Nou ja, die ga je ook zeker niet vinden. Het is natuurlijk, waarom het is niet? Het is een ettertje, ja. Maar, ja. Kijk, zo en zo verdient hij ook zo. Hij verdient zijn tweede kans, net zoals dat Basser die verdient. En al die anderen die geschorst zijn geweest. Dus dat is gewoon goed, klaar. Ja. Maar het is geen geliefd persoon. Hoe komt dit? Nou ja, als je bijvoorbeeld dit filmpje kijkt. Kijk, als jij 2 uur belooft en je... Ik vind dat was al de manager, raar. Hè? Ja, oké, okay, maar ja, dan moet je dat maakt niet uit. Dan moet je de manager op zijn kloot geven. Dat is niet goed. Ik bedoel, als je het belooft, moet je het doen, klaar. Ja. Maar ik vind het al raar dat ze dat een dag voor de wedstrijd zo beloven. Maar dan moet je niet zo reageren, weet je. Maar heeft het te maken met het feit dat hij heel lang ontkend heeft dat hij doping gebruikt? Dat kwaad bloed heeft gezet? Nee. Als hij nooit positief was bevonden op Sera, dan was het nog steeds de grootste etter in het peloton geweest. Ja. Dus dat heeft niks met die doping te maken. Dus het is een karaktereigenschap. Want dat denken veel mensen van, ja, hij wordt met de nek aangekeken. Want als je naar Vinokourov... Het heeft niks met die doping te maken. Nee, maar als je Vinokourov neemt, die kwam terug. En die reed Luik-Bastenaken-Luik, die won die. Toen werd hij toch ook wel uitgefloten, links en rechts. Je hebt ook een beetje voor hem opgenomen, hè? In column een keer. Ja, zeker. Nou, ik vind gewoon... ik bedoel, als zo'n Fino bijvoorbeeld, die kan nu, die is positief geweest. Ja, die komt terug, die wint de toerrit, die wint Luik-Bastenaken-Luik. Ja, ik denk een renner die positief is geweest, die wordt al geviseerd. Ja, die jongens kunnen niks verkeerd doen. Dus die gebruiken helemaal niks. Nee. Dat vind ik gewoon echt een schitterende overwinning, zo'n Luik-Bastenaken-Luik. Ik geniet daarvan als wielerliefhebber. Ja, vind ik ook. Maar is het nou zo dat zo'n Rico komt terug in het peloton? Die zet zijn Batavus, want daar rijdt hij nu op, bij Vakant Soleil. Waar hij overigens ook niet tevreden over was, begreep ik. Nou ja, over de fiets, maar dat terzijde. Het is ook een Hollandse fiets natuurlijk. Ja. Maar die rijdt dan dat peloton in. Hoe werkt dat dan? Stel dat jij in dat peloton... Gaat iedereen hem een gedag zeggen? Of denk... Hoe werkt dat? Praat je dan over die afgelopen 2 jaar? Heb je het nog over die dopingperikelen? Of wordt daar niet over gekletst? Er wordt met hem sowieso niet gesproken. Nee. Er wordt met hem gewoon niet gepraat. Maar hij is gewoon echt... Maar als Basso terugkeert, dan rij je naar hem toe en zeg je... Hey, hoe is het? Ja, hoe is het? Dan is het ook vergeten en vergeven. Ja. Ja. Ik heb dat gedaan met Basso, ja. Hoe is het nu? Kijk, dit is Basso. Hoe is het nu dat hij rijdt nu voor Vacan Soleil? Vind je dat die Nederlandse ploeg een risico neemt door hem binnen zijn huis te halen? Nou ja, kijk, als hij dopingvrij blijft en hij wint gewoon zijn koersen, dan is het geen risico. Ik vind wel... Ja, ik vind het niet een hele slimme set. Zeker niet als hij nog eens 3 man mee mag nemen, waar ik nog nooit van heb gehoord. Ja, heeft het 1 Italiaan en 2... Nou, Sloveen. Ja, Sloveen, het Oostblok ergens of zo. Voormalig Oostblok. In ieder geval, ik vind het een hele rare set. En zeker want die mensen die rijden, geloof ik, heb ik begrepen... dat die mensen eigenlijk niet op een heel hoog niveau rijden. Die 3 mensen die hij erbij wilde hebben. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee. Dus ik neem aan dat ze niet op heel hoog niveau rijden. Ja. Maar ik vind het raar dat ze dat doen. Kijk, pak je een Spaanse coureur die helemaal schoon is... en nooit wat heeft gedaan. En die neemt 2 of 1 knecht of 3 knechten van mijn part mee. Maar hij... die deze problemen heeft gehad. Hij verdient de kans, oké, maar dan gelijk zeggen... oké, neem maar 3 man mee. Ja, ik vind het een beetje apart. En ja, zeker met dit filmpje ook weer. Ik vind het niet echt... Hij is uit de Tour gezet in 2008 vanwege dat gebruik van Sera. Zou de Tourorganisatie hem ooit nog in genade aannemen... via Vacan Soleil, denk jij? Wat schat jij in? Ik denk, ja, zeker omdat hij die naam een beetje tegen heeft... dat hij niet zo sympathiek is... denk ik niet dat ze Vacan Soleil heel snel laten starten. Kijk, ze laten wel Basso rijden, ze laten Fino rijden. Dus in principe speelt mee of ze je aardig vinden, zeg jij? Ik denk dat is wel duidelijk dat bij de tourorganisatie meespeelt, Michael, jij bent gestopt met die sport. Rico praat opeens Nederlands nu in deze week. Die verstaat alles wat jij nu zegt. Wat raad jij hem aan? Wat moet hij doen om nu een gevoel op te roepen dat denken... hey, leuke vent. Nou ja, hij heeft een image en dat zal hij niet... Dat moet hij ook een beetje in stand houden, denk ik. Dus ik denk niet dat hij ineens een hele sympathieke jongen gaat worden... Ja, ik kan hem niks aanraden. Ik bedoel, hij kan alleen maar met zijn benen kan wel spreken. Hard fietsen. Ja, hij kan zeker hard fietsen. Ik heb dat aan de lijf ondervonden. Hij kan echt heel hard fietsen.
En dat moet hij gewoon lekker blijven doen. En dat hij onsympathiek is, ja, oké. Okay, ja. Ik denk dat hij een hele dikke oesterschelp om zich heen heeft. En ja, dat hij moeilijk open gaat. Want achter dat brilletje zag ik over wel een aardig onzeker jongetje, hoor. Nou, als je zijn stemmetje hoort, dan denk je wel dat het een, dat het een onzeker mannetje is. Maar ja, als zijn uitspraken, die zijn toch anders. Ja. Goed, we weten weer meer over Rico. We gaan hem vanaf nu volgen. Dankjewel dat je was. Michael Bogert. En Rico.